We zijn op dit moment bezig met de montage van de staalconstructie. Aansluitend worden meteen de staalplaat betonvloeren gemonteerd en gestort. In de betonnen kern hebben we embeds gestort, zo'n dikke staalplaten. En haaks daarop daar komen een soort finplates, die worden eraan vastgelast met gaten erin. En daar worden vanaf de kern dus de liggers aangekoppeld. Die finplates die komen tegen het lijf van die zware liggers en dan wordt die doorgebouwd. En zo ontstaat er een structuur van kolommen en liggers. Als het raamwerk van de staalconstructie staat, dus de kolommen en de liggers, dan worden de staalplaat betonvloeren overheen gemaakt. En die worden met een deuvelverbinding tussen constructie en vloer aan elkaar vastgemaakt. Die hele vloer wordt gewapend en vervolgens wordt die helemaal afgestort. En zo ontstaat eigenlijk de vloer die nodig is voor de constructie. Nou, met de staalconstructie in de onderbouw, in de laagbouw, doen we het niet helemaal in een week per verdieping. Als we zeg maar in het repeterende werk terechtkomen in de hoogbouw, dan gaat de staalconstructie met een verdieping per week gaan we omhoog.